Hoi, ik ben Kaat en ik ben 11 jaar oud. En mijn vader heeft ALS. Ik ben net van de basisschool af en ik ga nu naar de middelbare school. Ik heb 2 broertjes. Mink, die is 9 en Fedor, die is 6. Ik hou erg van paardrijden en karate. Mijn moeder, die heet Annika en die is 43. En zij is juf op de basisschool. En ze houdt van karate en lasagne. Hoi, ik ben Julia, ik ben 19 jaar en ik studeer diergeneeskunde in Antwerpen. Ik heb een broertje Timo en hij is 17 jaar oud. En mijn vader heeft ALS. Zelf vind ik het heel leuk om piano en gitaar te spelen en vooral ben ik druk met mijn studie. Ik ben Timo, ik ben 17 jaar oud en ik zit door na van 5. Ik heb een zus en die is 19 jaar oud en mijn vader die heeft ALS. Mijn hobby's zijn judo en voetbal en veel sporten. Hoe reageerden je vrienden toen je het vertelde? Ja, ik heb het niet echt verteld op een bepaald moment. Het is er een beetje ingegleden in de zin van... Ik had wel al eerder verteld dat er wat mankeerde, maar toen wisten we nog niet dat het ALS was. En toen ze daarna vroegen van, weten jullie al de uitslag van waardoor komt dit of dat? Waarom komen die klachten? En toen heb ik eigenlijk gezegd van, ah ja, het is dat. Maar ze wisten al dat het lichamelijk slechter ging. Ja. Nee, ik heb het gewoon verteld. Toen tegen die jongens. Maar die reageerden ook wel geschokt, maar ook wel met veel steun. Ze vonden het heel erg voor me. Kan je nog vertellen hoe wanneer dat gebeurde en hoe dat ging? Nou, het was op mijn verjaardagsfeestje. En toen vertelde jij het verhaal, hè? Huh? Ja, maar ik weet het niet echt helemaal meer. Maar weet je nog hoe ze reageerden? Nee, ik was verdrietig. Ja. Ik zag weinig, want ik had tranen in mijn ogen. Ja. Wat was de fijnste reactie die je kreeg? Nou, het is altijd fijn om te horen dat ze er voor je zijn. Zullen we daarmee beginnen? Ja, en dat ze niet... altijd heel veel medelijden hebben, maar dat ze ook gewoon een beetje support kunnen geven van kom op Julia, we kunnen het samen doen. Ja. Dus niet altijd van wat zielig voor je en als ik iets voor je kan doen, moet je het zeggen, maar je kan wel gewoon aangeven van ik ben er voor je, maar we kunnen niet bij de pakken neer gaan zitten, zo zeg maar. Ik weet dat iedereen jou, we zaten allemaal om de tafel en iedereen ging jou zo even zo een arm om jou heen doen. Ik weet het al wel hoor, want ik vond het ook heel fijn voor jou dat jij die reactie kreeg. Wat kunnen vrienden doen om je te helpen? Mijn vrienden, die kunnen mij lekker meenemen naar het café, nu dat weer open is. Mij lekker laten lachen. Soms met praktische dingen helpen. Ik vind het denk ik ook wel fijn als we gewoon er niet echt heel veel over hebben en dat we gewoon lekker lol maken en zo. Mm-hmm. Afleiding, dat sowieso. Leuke dingen te gaan doen. En gewoon met je erover te hebben. Ja, en af en toe gewoon vragen hoe het nou echt gaat. En, op een goed moment, ja. Ja, en af en toe inderdaad gewoon leuke dingen doen. Ja. Dit is nog wel mooi. Hoe zou je willen dat mensen reageren als je zegt dat je vader ALS heeft? Nou, ik zou niet willen dat ze nare reacties en zo. Wat zou je wel willen? Nou, dat ze meeleven en ja, dat zou ik wel fijn vinden. Ook als je verdrietig bent, een beetje troost of zo. Dat ze er voor je zijn. Ja, nou ja, dus gewoon dat als je hulp nodig hebt, dat je naar ze toe kan komen. Ja. En, dat ze je niet zielig vinden? Nee, dat ze je niet heel ernstig vinden in de zin van dat ze niet zeggen wat erg voor je. En, maar gewoon zeggen van ik help je mocht het nodig zijn en vervelend voor je vader zo. Ja. Hebben jullie het op school verteld? Aan wie dan? Ja. Ik heb het verteld door middel van een spreekbeurt. Er hing in de klas een lijstje met waar de spreekbeurten over gingen. En soms kwamen er gewoon kinderen naar me toe en die zeiden, wat betekent als? Ja.
En toen zei ik gewoon de wetenschappelijke naam, amyotrofische laterale sclerose. Zo! En ze vond het wel knap dat ik zo erover kon vertellen in de klas. En ik kreeg een... 9,5 of zo? Ja, zoiets. Ik kreeg een heel hoog cijfer. Ik heb het toen wel verteld, maar niet heel veel aandacht aangeschonken. Dus ik heb het wel medegedeeld, maar het was niet een heel... Ik had er niet iets heel groots van gemaakt. Ik had gewoon even laten weten van... Goh, dit en dat is er thuis aan de hand. En als er iets is, dan meld ik het. En voor de rest laten we het gewoon voor wat het is. Nou, ik heb toen wel verteld aan de klas. En toen twee keer zelfs. Of in ieder geval twee jaar op rij. En toen, toen kreeg ik natuurlijk wisselklassen of clusterklassen. Toen wel minder, maar mensen weten het wel en dat gaat een beetje, alle docenten wisten het ook. Ik heb geen specifieke hulp gehad, ik heb alleen wel het aanbod gekregen om eventuele tentamens of examens te verplaatsen mocht er iets aan de hand zijn, dat geen probleem zou zijn. Heb je wel eens vervelende reacties gekregen, hoe ging je hiermee om? Oh nee, ik heb op zich geen vervelende reacties gehad, maar ik zie wel op straat af en toe als ze met hem in de rolstoel meenemen dat ze omkijken of niet kunnen zien aan hem per se wat er is. En omdat hij zich ook niet goed kan... hij kan ook niet goed spreken, dus sommige mensen denken ook dat hij geestelijk niet in orde is. Wat hij zelf ook heel vervelend vindt, maar dan gaan mensen ook anders met je om en dat vind ik wel vervelend. Maar voor de rest worden we er niet echt... krijgen we niet naar ons toe geen vervelende reacties. Nee, niet... Nee. Maar... het beste wat je kan doen is gewoon doorgaan dan. Ja, dat zeker. Ja.